Waar gaat narcisme eigenlijk over? Deel 3. Narcisten willen geen eerlijke relaties. Narcisten willen cheerleaders. Narcisten willen mensen die hen altijd gelijk geven. Narcisten willen blinde loyaliteit. Narcisten willen onvoorwaardelijke acceptatie, wat ze ook doen. Zolang je niets in twijfel trekt, of zegt dat ze iets verkeerd doen, zullen narcisten je gerust laten. Narcisten laten je misschien gewoon met rust. Maar pas op, als u het niet met hen eens bent, of op welke manier dan ook tegen hen ingaat. In hun ogen is dit het diepste verraad. En het blijft nooit ongestraft. Narcisten zijn hatelijk en wraakzuchtig. Als je erover nadenkt, is het onrealistisch om liefde van een narcist te verwachten. Narcisten zijn ongeordende individuen die heel anders functioneren dan de rest van ons. Narcisten hebben een aantal regels die niet bevorderlijk zijn voor liefde. Narcisten zijn egocentrisch, egoïstisch, hebben een gebrek aan empathie, hebben geen zelfbewustzijn of zelfreflectie. Narcisten functioneren op een manier die het tegenovergestelde is van wat het betekent om echt van iemand te houden. Toch is ons hart gebroken als de narcist niet van ons houdt. Narcisten kunnen niet van iemand houden. Hoe sneller je deze realiteit begrijpt, hoe sneller je zult genezen. Deze relatie is opgezet om te mislukken. Je zou nooit krijgen wat je nodig had van de narcist. Je kunt geen bloed uit een steen zuigen, en je kunt geen liefde krijgen van een narcist, althans geen gezonde levensbevestigende liefde. Narcisten zijn pestkoppen, eenvoudig en simpel. Alles is op hun manier of is onmogelijk. Narcisten zullen doen wat ze moeten doen om ervoor te zorgen dat het zo is. Narcisten hebben geen probleem mensen lastig te vallen, te pesten of te straffen als ze niet doen wat ze willen. Narcisten voelen zich gerechtigd om hun zin te krijgen. Narcisten zullen over alles lopen wat in hun weg komt, of het nu een geheime of openlijke narcist is, dat maakt geen verschil. Ze gebruiken gewoon verschillende methoden. Leven met een persoon die empathie mist, heeft een negatief psychologisch effect op het slachtoffer. Wanneer nooit wordt overwogen wat je zegt, wanneer je ongeldig wordt verklaard en als vanzelfsprekend wordt beschouwd, wreekt het je eigenwaarde en je zelfrespect op. Het veroorzaakt ook hersenschade. Stressgerelateerde ziekten zoals PTSS veroorzaken veranderingen in de hersenstructuur. Trauma's hebben invloed op het functioneren van verschillende delen van het brein. Relaties met narcistische individuen zijn letterlijk niet goed voor je gezondheid, op zoveel niveaus. Waarom krijgen narcisten geen hulp? Narcistische individuen kunnen geen enkele vorm van kritiek aan. Nee zeggen tegen hen of dat ze hebben het mis, of dat ze iets verkeerd hebben gedaan, is hetzelfde als zuur op hun gezicht gooien. Narcisten kunnen zichzelf niet als iets anders dan perfect zien. Hun valse pathologische zelf zal het niet toestaan dat ze waarachtige hulp krijgen, dus denk je dat ze naar een therapeutenkantoor gaan en toegeven dat er iets mis is met hen? Dat gaat nooit gebeuren. De pathologie zal hen niet toelaten om hun fouten of tekortkomingen toe te geven. Volgens een narcist hebben ze altijd gelijk. En alle anderen hebben ongelijk. Vergeet niet van dit videokanaal te onderschrijven, evenals ons gratis programma en nieuwsbrief.